Ja. Over 100 jaar verwachten we dat 80% van de wereldbevolking in deltagebieden leeft. Dan kunnen wij dus... Hoeveel procent, sorry? 80%. Dus dat zijn vaak de meest vruchtbare gebieden. Die krijgen allemaal met deze problematiek te maken. Dus wij kunnen, net als in het verleden, het inspirerende voorbeeld worden. Ja. Voor de rest van de wereld. En een van de grote punten in je boek gaat over grondstoffen. Jij schrijft dat onze enorme energietransitie eigenlijk met name een grondstoffentransitie is. Ja. Kun je dat kort uitleggen? Ja, energie is eigenlijk grondstoffen. Je hebt grondstoffen nodig om energie te maken en te verwerken. En als we de sprong willen maken naar duurzame energie, hebben we heel veel grondstoffen nodig. Bijvoorbeeld kritische aardmetalen. Als je een elektrische auto wil maken, ja, dan heb je lithium nodig voor de accu's. Als je zonnepanelen wil maken, ja, dan heb je silicium nodig. Als je windmolens wil maken, heb je scandium nodig, neodymium. Nou, er zijn tientallen van dat soort aardmetalen, 17 noemen wij dan kritisch. Als we de klimaatdoelen willen halen, hebben we nog maar 1/3 van die metalen. 2/3 moeten wij nog ergens zien te vinden. Dus zonder die extra aardmetalen halen we het sowieso niet. Nee. Nou, wat er nu gebeurt, we hebben in Europa 40 miljoen zonnepanelen. Die willen we eigenlijk weggooien. Die gaan gewoon door de shredder. En die moeten we recyclen. We hebben nog geen recyclebare zonnepanelen. Er is één bedrijfje in Nederland wat ze op heel kleine schaal produceert. Maar nou, we hebben dadelijk heel veel windmolens. Die gaan we weggooien. Dat kan dus niet. Wat denk je van al die accu's die uit die Tesla-auto's komen? Ja. Dus we hebben een gigantisch probleem. En jij zegt in je boek, ja, de EU loopt op dit gebied achter. Ja, hopeloos. Ja. En Nederland helemaal. Ja. Ik werd 2 jaar geleden nog gebeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Moeten wij daar geen beleid op gaan voeren? Ik zeg, moeten we daar beleid op gaan voeren? China doet het al 25 jaar. Ja. Ik ben in Oeganda geweest. Daar zie je de Chinezen de wegen aanleggen. Daar ging ik geld pinnen. Kon Chinees geld pinnen in Oeganda. Ze leggen daar de complete weginfrastructuur aan. In ruil voor toegang tot die kritische metalen en andere grondstoffen. Dus die handelen daar al in. En ja, wij slapen. Wij lopen achteraan, zeg jij. Maar daarom hebben we Louise uitgenodigd. Want Louise, hoe lees jij dat? Europa doet niks en we zijn te laat. Nou, ik denk om eerlijk te zijn dat het wel meevalt. Het is waar dat de Chinezen een hele lange termijn strategie op dit onderwerp hebben ingenomen. En dat ze daar ook heel handig tot nu toe in hebben geopereerd en een hele strategisch goede positie hebben ingenomen. Maar het is niet zo dat de Europese Unie niks heeft gedaan. Sinds 2011 is er een Raw Materials Initiative in de Europese Unie opgestart. Is in kaart gebracht in lijsten welke stoffen zijn schaars. En is daar ook beleid op gemaakt in handelsverdragen. Toch weer beleid om de mijnbouw op te gaan starten. Te kijken waar in de wereld het in de grond zit. Heel veel van die Europese foresight studies om te kijken. Dat is ook heel interessant. Ook in Europa zelf zit eigenlijk bijvoorbeeld lithium in de grond. Nou, waar zit lithium? Nou, bijvoorbeeld in Portugal, op de grens met Spanje, zit lithium in de grond. Nou, Servië is geen Europese Unie, maar wel een toetredingsland. Er waren natuurlijk hele grote protesten de afgelopen weken vanwege een lithiummijn die ze niet wilden. Hè, van westerse investeerders, Rio Tinto en een Australische investeerder. Dus het is zo dat eigenlijk Europa hier al best wel een tijdje mee bezig is. Dat is vorig jaar echt geïntensiveerd. Er is nu een partnerschap met Canada gesloten, met Oekraïne. Ze zijn naar Centraal-Azië aan het kijken, waar heel veel aan de grond zit. Dus daar wordt nu echt wel heel groot op ingezet. En sowieso, als je in Brussel bent, is het strategische autonomie. We moeten autonomer worden, we moeten meer weerbaar worden. We moeten niet onze huidige gasafhankelijkheid van Rusland in gaan wisselen voor een nieuwe afhankelijkheid van schaarse mineralen. Jan Rotmans knikt een beetje. Ik ga even vragen wat hem door het hoofd speelt. Nou, ik schrik hier wel een beetje van. Want je kan natuurlijk zeggen, ja, we hebben beleid ontwikkeld. Maar er spreekt geen enkele urgentie uit. Echt niet. Kijk, neem nou gas. We worden in toenemende mate afhankelijk van Rusland. Maar neem nu de waterstofhype. Nou, iedereen zegt Nederland waterstofland. Nou, Duitsland is al veel verder. Scandinavische landen ook. Maar dat betekent, we worden nog afhankelijker van landen buiten Europa. We hebben berekend, wij kunnen dat maar voor 1/4, 1/3 zelf maken. En dan moeten we nog de halve Noordzee volzetten met windmolens. En waar gaan we het vandaan halen? Noord-Afrika, Libië, Tunesië, Marokko, Qatar, Saudi-Arabië, Namibië, Patagonië. What the heck? Hebben we dat nou niet door? Ik bedoel,
we worden dus nog afhankelijker dan we nu al zijn met gas en olie. En het lijkt wel alsof ik het steeds maar moet herhalen. En dat moet je dus vooral niet te veel sussen, vind ik. Want we liggen echt in de vuurlinie. Wij hebben geen grondstoffenbeleid. We hebben nog niet eens een energiebeleid in Europa. Ik vraag nu even Louise te reageren. Ja. Nou ja, als je dus dat vergelijkt, het is waar, hè, dat wij ook in de toekomst nog zullen importeren. Ook bijvoorbeeld inderdaad de waterstof. Maar zowel de schaarse mineralen als de waterstof kun je op veel meer plekken opwekken. Omdat het gekoppeld is aan duurzame energiepotentieel. Dus als je zon en wind hebt en waterkracht, kun je daar groene waterstof van maken. En ook kun je een groter aandeel in Europa zelf opwekken. Dus inderdaad, we blijven nog steeds afhankelijk. Maar de afhankelijkheid wordt wel minder groot dan, laten we zeggen, nu in de gas- en olieindustrie van een beperkt aantal die dat in de grond hebben zitten. Nou, minder groot, dat klopt niet. Dat durf ik te betwisten. Sterker nog, wat heb je nodig om waterstof op te wekken? Veel woestijn. En de landen en regio's met veel woestijn en veel ruimte voor zon- en windenergie, dat zijn over het algemeen niet de meest politiek stabiele landen en regio's. Dus je wilt toch niet afhankelijk zijn van Libië? Mm-hmm. Je wilt niet afhankelijk zijn van Tunesië? En dan kan je wel zeggen meer, maar je hebt wel heel veel ruimte nodig. Australië is een goede kandidaat. Maar er zijn er toch zo 10 die je kan opnoemen waarvan ik denk, daar wil je niet van afhankelijk worden. Ja, maar aan de andere kant, je ziet dus nu dat de hele wereld wat gevaarlijker is geworden. En als je kijkt, laat maar zeggen, naar de petrostaten, de landen die nu gas en olie produceren en conflictgebieden, dan is daar ook een hele hoge correlatie. Hè? Noorwegen is altijd de grote uitzondering. Ja. Je zult ook zien, kijk, zo'n waterstofeconomie is toch een ander verhaal. Hè? Want je kunt ook zon en wind en hydropower en misschien in de toekomst nog tijdentechnologie, aardwarmte, kun je sommige dingen, kun je direct elektriciteit in je netten doen. En waar de EU ook heel erg op inzet, is op die combinatie van de twin transition van digital en green. Ja. Zodat we gewoon veel slimmer worden met smart grids. Dus dat je ook, maar zeggen, andere elektriciteitsnetwerken en infrastructuren hebt. En daardoor misschien inderdaad niet meer in dezelfde mate ook afhankelijk bent van die. De energievoorziening wordt wel gediversificeerd, dat klopt. Maar als je kijkt naar de grote industrie, de Shells van deze wereld, de Tata Steels. Ik was er toevallig nog, hè, vrijdag met Tata Steel. Die worden afhankelijk van waterstof. Als je olie wil vervangen en gas, qua brandstof en grondstof, heb je gewoon groene waterstof nodig. En dat haal je voor een groot deel buiten Europa. Want hier kunnen we een hele avond nog over dit onderwerp alleen over organiseren. Maar we moeten even door, want bij dit onderwerp hoort ook een hele belangrijke vraag. Als wij nieuwe grondstoffen onderzoeken en gaan winnen, en we gaan dat weer in andere landen doen, hoe zorgen we er dan voor dat we niet weer een soort neocoloniale houding ontwikkelen en weer spullen gaan halen bij mensen die niet in Nederland wonen, of althans in andere landen? Ja, daar is de afgelopen jaren wel best wel veel op gedaan. Hè? Dus ook in het kader van het beleid, bijvoorbeeld over conflictmineralen. Dus de Amerikaanse Dodd-Frank Act en de Europese Transparency Directive. Om dat gewoon veel meer inzichtelijk te maken van wat zijn de negatieve gevolgen. Maar goed, dat gezegd hebbende, is op dit moment de relatie tussen Europa en Afrika bijvoorbeeld gewoon niet goed. Hè? Dus de EU-Afrika-top is al een aantal keer uitgesteld, omdat ze gewoon vinden dat wij te veel de agenda bepalen. En ja, we moeten ook erg uitkijken met, laten we zeggen, de klimaatagenda en de groene agenda, dat we daar geen fouten in maken. Nee. En dat we dat wel voorzichtig aanpakken. Dus dat is denk ik wel echt een van de grote politieke uitdagingen. Om die relaties goed te houden. En daarom begint denk ik ook de EU eerst met, weet je, een partnership met Canada, met Oekraïne. Ik denk dat ze eerst met de Balkan gaan kijken of ze daar iets kunnen doen voordat ze denk ik naar Afrika durven te gaan. Maar ook in Portugal, op de grens met Spanje, of daar mijn is, en lithium. Ja, ik kan me voorstellen dat die Portugezen denken, nou laat die lekker voor ons, voor onze auto's te goede komen. Kijk, we hebben al honderden jaren die geschiedenis. Hè? Wij als Nederland, maar ook Spanje, Portugal, Engeland. Hè? We haalden vroeger de cacao weg, de specerijen, daarna kolen, olie. En nu doen we het weer. Dit heeft neocoloniale trekjes. Wat er in Afrika gebeurt, kijk, vergis je niet. China heeft 95% van de markt in handen. China heeft ook de helft van die aardmetalen in bezit. Maar die plukken gewoon Afrika leeg op dit moment. En Amerika begint nu ook. Ja. En dit gaat niet goed.
Want het is hetzelfde mechanisme. Dus wij denken dat we ze helpen. We leggen daar de infrastructuur aan. En we roven die grondstoffen weg daar. En ik denk dat Europa zich daar ook in gaat mengen. Maar we zijn al laat. Ja. Dit kan gewoon niet. Dit is echt een schande wat daar gebeurt. Hoe gaan we dat dan doen? Geopolitiek. Ja. Hoe gaan we zorgen dat die verhoudingen kloppen? Dat ze schoon zijn? Dat er niet weer zo'n scheve machtsverhouding ontstaat? Ja. Nou ja, het verhaal is nu natuurlijk van bijvoorbeeld met onze Global Gateway, dat net gepresenteerd is. Hè, dan bieden we eigenlijk een alternatief voor de Chinese Belt and Road Initiative investeringen aan. En als je dus met ons in zee gaat, dan zul je niet een lening aangaan die je eigenlijk nooit kan terugbetalen. Hè. Denk aan de weg die door de Chinezen in Montenegro voor de helft is aangelegd. Van de Europeanen zeiden, dat gaat eigenlijk niet. Die weg die kan helemaal niet uit. Dus we geven jullie die lening niet. De Chinezen zeiden, we doen het wel. Maar het bleek inderdaad niet uit te kunnen. Dus dat is een beetje het Europese verhaal van, als je met ons samenwerkt, dan gaat het gewoon wat eerlijker. Kijken we daar echt goed naar. Dan proberen we toch duurzame standaarden voor mijnbouw te verzekeren. En is dat marketing of klopt dat echt? Nou, ik denk dat de Europeanen in vergelijking met de Chinezen dat wel meer zullen doen. En is het genoeg? Maar of het genoeg is, dan moet je dus echt bedrijven hebben als de Tony Chocolonies, die, laat maar zeggen, voor dit soort stofjes er naartoe gaan en het gaan controleren. En dat gebeurt wel. Er zijn ook wel NGO's die er actief zijn in dat soort, in dat soort gebieden. Maar dat is denk ik wel, dat zal wel veel meer nodig zijn. Zelfs de Tony Chocolonies liggen onder vuur, hè? Ook met het oog op mensenrechten. Dus vergis je niet. Ja. Maar wat ik denk is dat we strategische grondstoffenhandel krijgen. Dus dat wij in Europa ook moeten zeggen, wat hebben wij te bieden? Niet zozeer grondstoffen, maar kennis, expertise, innovatie. En in ruil daarvoor krijgen wij toegang tot die grondstof. Ja. En we zijn al laat, nog niet te laat, maar daar moeten we echt. De Rotterdamse haven, ik ga nu ook weer onderzoek daarmee doen. Wat hebben die nou te bieden in ruil voor toegang tot die grondstof? Ja. Nou, dat gaat op gang komen de komende jaren. Hadden we 20 jaar eerder mee moeten beginnen, maar ja, het kan nog wel.